luistert naar de podcast voor DGA's. In deze podcast ga ik, Cor Spronk, in gesprek met andere DGA's. Over hun successen, maar ook over de moeilijke periode. Ga ervoor zitten en laat je inspireren. Vandaag ben ik in gesprek met... Johan Krijgsman. We zijn hier in het Van der Valk in Ridderkerk. Hotel Van der Valk in Ridderkerk. Door jullie gebouwd, hoor ik net. Waal. Je bent... directeur en mede-eigenaar van Waal, bouwbedrijf Waal. Waal. We kennen elkaar via LinkedIn en via DGA-netwerk West van VNO-NCW. Of VNO-NCW West, het DGA-netwerk zag je op via LinkedIn. En ik hoor dat je bent 47 jaar. Even wat feitjes. Je woont in? Schravenzanden. Schravenzanden. Westland. Een relatie getrouwd? Ja, ik heb een heel lieve vrouw, Hanneke. En we hebben samen 9 kinderen. Kijk eens aan. En hobby's? Ik heb een hele mooie oldtimer. Maar die staat meer stil dan ik rij. Want mijn echte hobby lijkt toch wel werken. Ja. Ja. En voetbalclub? Geef ik niet om. Ben ik niet meer bezig. Oké. Okay. Muziek? Ook niet. Ook niet. Auto of autorijden? Gewoon in dagelijks vervoer bedoel je? Rijk in BMW. X5 volgens mij zag ik, ja, net op de parkeerplaats. Ja, lees je wel eens boeken? Ja, zeker. Alleen ik lees niet snel, vind ik zelf. Vind ik een soort gebrek. Want ik zou wel veel meer willen lezen. En als ik eenmaal in een boek zit, is het weer het nadeel dat ik hem uit wil lezen. Dus dan ga ik soms te lang door. We komen zo meteen nog even op de studies uit. Want je hebt wel gestudeerd. Podcast. Luister je wel eens een podcast? Eigenlijk niet veel. Je zijn de kinderen van jou wel? Ja. Ik heb wel het idee dat ze mijn nieuwe generatie heel anders laat informeren. Zoals ik nog een mailtje stuur, zeggen die jongens van mijn zoon van joh, dat doen wij gewoon met de WhatsApp. En ik zie dat in het zakelijk verkeer ook wel toenemen. En zo zie je toch ook wel met het vergaren van informatie, waar wij websites raadplegen. Zie je toch wel de jeugd veel meer een podcast luisteren, ook over zeg maar inhoudelijke onderwerpen. Ja. En ja, waarom niet? Hè? Het is eigenlijk iets anders als een radiozender aanzetten en misschien iets interessants opdoen. Ja. Dus ik ben er zeker van plan, zeker met steeds uitzending, maar natuurlijk fantastisch. Die ga ik afluisteren en misschien is dat alleen voor meer. Ja, vanaf nu podcast voor DGA's standaard in je auto. Ja, ik heb wel zelf nog de ambitie om op korte termijn eigenlijk een webinar te gaan houden. Met name om onze collega's binnen het bedrijf te bereiken. Normaal doen wij zeg maar 5 keer per jaar een meeting met alle collega's. We zitten op projecten, dus dan zijn we zeg maar 5 keer per jaar of 6. Echt bij elkaar fysiek. Nou, ja. Dan doe ik natuurlijk als een verhaal over het ondernemingsplan, over de richting, wat er speelt. Ja. Nou, dat lukt nu helemaal niet. Dus nou is eigenlijk de ambitie om dat via beeld en geluid te doen. En dat ook nog na te kijken is later, terug te draaien enzovoort. Ja. Dus dat is weer een nieuwe fase voor ons. Ja. Nou, kom zo meteen wel op je bedrijf uit. Heb je een idool? Is er iemand waar je tegenop kijkt? Nou, eigenlijk niet. Nee, ik heb geen idool. Nee, iemand die heel centraal staat waar ik denk van dan wil ik op lijken. Ik heb wel voor heel veel mensen bewondering hè, wat ze doen. En ik heb ook voor bewondering voor de houding van sommige mensen. Dus niet allemaal wat ze bereiken, maar hoe ze zich gedragen. Dat vind ik soms nog wel mooier dan zeg maar. De idolen zijn vaak toch wel, die hebben veel bereikt. Ja. En het is ook bekend, veel idolen die vallen ook in grote diepte soms. En dus het gaat niet in mijn leven alleen om iets te bereiken. Ik heb natuurlijk wel zowel zakelijk als in privé, als in levensovertuiging wel zeg maar beelden bij personen. Of uit geschiedenis of uit het heden. Ja. Waar je aan optrekt of tegenop kijkt. Dat heb ik wel. Kun je er eentje van noemen? Waarvan je zegt, qua houding is dat echt iemand die ik zeg van nou, daar spiegel ik misschien mezelf wel mee? Nou ja, is misschien wel vrij plat en simpel. Maar ik heb wel eens behoefte om natuurlijk te kijken hoe kom je nou waar je staat en waar kom je vandaan. En
Hoe zit het met mijn ouders? Hoe zit het met mijn voorgeslacht? Heb ik wel sterk vermoeden dat ik op een van de opa's lijk. En daar zou ik me ook wel aan willen spiegelen. Gewoon qua ondernemersmentaliteit, maar ook de onafhankelijkheid, zijn gedrag, maar ook zijn betrouwbaarheid erin. En zijn levenswijsheid in een veel eenvoudige vorm als wat wij nu hebben. En dat vind ik eigenlijk wel mooi om daarop terug te vallen. Dus dat is eigenlijk wel een vrij simpel, overzichtelijk beeld. En niet met heel veel franje en moois en show eromheen. Hè? Dus eigenlijk wel heel erg... Maar uit wat voor nest kom je dan? Ja, ik... Soms, ja, dat is wel eens leuk. En dan, het is niet alleen fysiek. Ik ben zelf net geen 2 meter. En mijn vader is een stuk korter. En dan zeggen mensen wel eens, dat jullie naar bij elkaar horen, weet je wel. Dat is dan alleen fysiek. Maar ja, ook qua ondernemerschap. Hè, als ik heb zeer veel bewondering voor mijn vader. Die één, hij heeft vast nog wel een paar banen meer gehad. Hè, zeg maar, toen hij jong was. Maar eigenlijk één aangesloten periode bij een werkgever. Gewoon in loondienst. Kwam op mij verschrikkelijk saai over. Dat bedoel ik niet onaardig. Maar hij was dus altijd, weet ik het, 5 uur of 5:30 thuis. Had dan zijn eigen dingen. Eigenlijk altijd hetzelfde patroon. En dan een kleine 40 jaar lang. Daarna is hij als zzp'er naar zijn pensionering ook nog voor een habbekrats, zoals ik dat noem, doorgegaan. Voor diezelfde werkgever. Dus die heeft daar nog eens 5 of 7 jaar extra van geprofiteerd. En wat deed hij van werk? Hij was hoofdmeetregeltechniek bij een installatiebedrijf in Schiedam. En dat is, en dan vond ik wel de loyaliteit. Dat herken ik wel, maar voor de rest vind ik het een pas helemaal niet, zeg maar, bij mijn profiel, hè, waar hij zich gedroeg en wat hij dan heeft neergezet. Dus uit wat finesse kom ik. Nou, ik heb niet, zeg maar, het ondernemerschap. Maar is niet met de paplepel ingegoten, in ieder geval. Mijn moeder was die is een tijd huisvrouw geweest. Op latere leeftijd heeft hij zich ook wel verder ontwikkeld in opleiding en in banen. En vooral aan de zorgkant altijd actief geweest. Maar ja, dat is eigenlijk vrij overzichtelijk geheel. Ik heb 2 zussen en een broer. Dus een vrij standaard gezin. Je bent de jongste? De derde. Dus... Nee, niet de oudste, niet de jongste. En uiteindelijk, ja, ik heb wel een mooi nest gehad in die zin. Ik kijk daar zeker met plezier op terug. Ik vind er helemaal niets van. Tegenwoordig spreek je veel mensen die vinden toch iets van vroeger. Of hoe ze behandeld zijn, ja. Of wat dan ook. Nou, maar voor jou was gewoon warm, goed. Ja, gewoon, ja, prima. En ik denk wel de juiste moraal bijgebracht. In ieder geval, dat hoop ik. En dat mensen dat ze herkennen. Waarvan ik dan ongetwijfeld ook nog heel veel weer zelf overbreng op mijn eigen kinderen. Waarvan ik vroeger zei, dat ga ik sowieso anders doen. Dat valt me dan ook wel op. Ja. Zeker als je wat ouder wordt. Ga je dat soort dingen wel op je vader lijken of op je ouders lijken? Ja, ik denk dat toch wel heel veel van die... Van die zaken over heb genomen. Veel meer dan dat je denkt als je jong bent. En mijn eigen jongens zeggen ook, ik ga dat zeker niet zo doen. Nee. Zoals u dat doet. Ja. Dus dat is dan... Maar ja, dat is denk ik op veel plaatsen zo. Hey, was de reden dat je MTS bent gaan doen? Want dan de techniek... Nou, uiteindelijk heb ik een hele klassieke leerweg gehad. Hè? En dat kwam ook omdat ik misschien niet altijd even gemotiveerd was... En goed genoeg om gelijk wat hoger in te steken. Hè, dat vind ik achteraf wel, dat ik denk, ja, eigenlijk raar. Hè? Dat je als kind soort een beetje tegendraads bent. En toch wel daardoor heel veel tijd verliest in het leren. Dus uiteindelijk op de MTS beland. Omdat je naar het voortgezet onderwijs moet je wat. Ik vond techniek wel anders. Of wel leuk. Maar ik wist niet wat voor techniek. En dan het bouwen, dingen neerzetten. Wat je dan langs de weg zag, dat vond ik mooi. En Elektra, die richting, dan kwam mijn vader, vond ik in ieder geval niks. Die draadjes en die kleurtjes. En werktuigbouw had ik eigenlijk helemaal geen kijk op. Dus het werd bouwkunde, eigenlijk platte beslissing. Uiteindelijk kon je in, dat was toen een vrij nieuw commercieel ingenieur, was toen in op de HTS. Hè, dus dan heb je zeg maar daar kreeg je ook in een MBO, zeg maar, een richting. Dan gingen ze die economische kant zeg maar ook ontwikkelen. Dus dat was niet puur techniek. Dus dat was dan het 4e jaar.
Dus dan kreeg ik al een beetje HAO-vakken. Of MEO eigenlijk. Ja. Naast techniek. Dat stond me eigenlijk gelijk al aan. Hè. Dus dat zou je nu zeg maar bedrijfskunde noemen. Technische bedrijfskunde die kant op. En uiteindelijk was dat gelijk wel reden om ook op de HTS, zeg maar, de commerciële ingenieuropleiding te doen. Dat was toen vrij nieuw, maar ik vond dat heel leuk, hè, want dat was eigenlijk een soort probeersels op die scholen. Ja. En het meest bijzondere was nog wel dat ik op de MTS heb gezegd, ik wil graag naar de HTS. Dus ik wil eigenlijk stage overslaan, stagejaar. Was het derde jaar al de stagejaar, ja, dat je aan vierde jaar weer terug moest komen? Hè? Ja, maar ik wilde gelijk de vierde doen, maar dat was wel raar, want ik had misschien wel 10 onvoldoendes. Op het moment dat ik dat zei, dus helemaal niet serieus. En toen zo'n gesprek met, waarom ik het vertel, ik vind het wel een soort duf dat je dan niet je best doet en onvoldoendes hebt. Alleen, waarom ik het vertel, toen is er wel een knopje omgegaan, dus dat is apart. Hè, toen wilde ik ineens doorstromen. Toen had ik wel ineens een beeld wat ik wilde worden. Of in ieder geval, verder op school wilde. Of studeren, noem je dat dan nu. En dat was dan wel de motivatie om gewoon in 1 kwartaal gewoon compleet te switchen. Maar had je toen in 1 keer een vriendin? Of had je, wat was het dat je wakker werd? Dat je weet ik ook niet. Nou, ik moet nu aan de bak, zeg maar. Ja, dat ik dat jaar stage geen zin in had. En dan kon je overslaan als je goede cijfers had. Dus je denkt, ik kan een jaar winnen, dacht je? Ja, dus dat is toch wel eigenlijk weer sneller willen. En vooruit, dat is wel een beetje begin. Sneller of ook anders zijn, willen zijn dan anderen? Ja, er waren natuurlijk nog een paar die dat wel wilden. Maar je had ook wel veel mensen die kozen veiligheid. En die doen gewoon stage, dan haal ik een MTS-diploma. En dan kan ik naar de ATS, als het dan niet lukt, heb ik wat. Ja. Nou, dat had ik dus helemaal niet. Ik denk, ik ga gewoon door. Ja, een beetje... Weet je thuis ook wel in gesteund en dat Johan, dat is een goed idee? Want, ja, ik denk het wel, maar het staat me helemaal niet bij of dat ik werd geholpen met opleiden of dat we veel coaching kregen. Of, er waren denk ik veel minder hulpmiddelen als nu. Dus dat ging wel heel erg op je eigen drijfveer. Dan moest je zulke dingen bereiken. In ieder geval, het werd ook niet tegengehouden. Later heb ik wel ervaren dat. Je ouders vinden het wel leuk als je een opleiding doet en het lukt en je komt steeds verder. Hè, maar als je het niet kan, dan is het natuurlijk ook goed, want je bent niet heel het gezin gaat zeg maar studeer door. Ja. Dus je moet daar ook niet overdrijven, maar daar wordt er natuurlijk altijd wel positief op gereageerd. Maar goed, dat was eigenlijk het moment, want ik zie later ook wel dat je allerlei dingen doe je cum laude. Je wilt, denk dan toch, wil je vroeger in de groep ook altijd al de beste zijn? Ja, zeker. Ja. Wat was dan in de groep een leerling? Wat was jij dan? Was je altijd de kartrekker? Kartrekker. Kijk, ik heb wel heel veel. Steeds met mijn werk nog steeds dat ik denk van. Dat doen we zo. We lopen naar de toppen. We gaan even gas geven, een structuur aanbrengen. En dan voorop lopen. Dat heb ik denk ik wel altijd gedaan. Dus het doen, hè, zeg maar. In actie komen om de doelen te halen, dat ligt wel, dat heb ook tijdens de studie altijd wel een rol gespeeld. Maar dat betekent natuurlijk niet altijd dat je dan in de hele breedte even goed bent. Ja, ik kan ook wel net zo goed even op een ander leunen of aanhaken, die bijvoorbeeld beter is in een vakgebied. Dat had je natuurlijk op die school ook. Wiskunde was ik echt niet zo sterk in. En moest ik toch, ik weet nog goed dat ik ook een krantenwijk deed, want ik heb ook echt een 101 baantje gehad. Want ik zat op die MTS in de vierde en dan moest ik zo nodig. Wij kwamen uit het Westland en je had natuurlijk veel jongens uit de stad. Die reisden dan met de tram of de fiets. Ik wilde graag gewoon met de auto naar school. Dat was natuurlijk toen ook al wel bijzonder, maar daar had ik dan wel wat voor over. Dus ik ging elke ochtend een buitenwijk de AD in de Telegraaf ontbrengen. En dan had ik wel de 1000 gulden per maand. Hè, van. Dat was echt wel veel toen. Zo, al. Ja. En gewoon met zo'n. En weet je, dus ik had dat wel een soort drijfveer om dingen te bereiken. Ja, en als je dat dan. Weet je wel, dan kwam jij met je auto naar school. En dan voel je normaal, maar daar deed je ook wat meer voor. Dus je maakte daar wel altijd keuzes, zeg maar. En op enig moment had ik met wiskunde toch wel een bepaalde moeite. Dat ik op slot met een jongen van de krantenwijk, die ook in krant liep, en VWO deed volgens mij of zo. Dat was een slimme gast.
Heb ik dan wel gevraagd, bijvoorbeeld, om mij te helpen met de laatste tentametje of wat ik dan nog even net niet had gehaald. Dus het is niet altijd voorop lopen. Soms heb je ook hulp nodig, of is het allemaal gewoon veel beter. Ja. Ik herinner me dat nog en ik denk dat dat ook wel heel normaal is. Dat je niet alles zelf het beste in bent en dat je af en toe wel eens even met een ander, zeg maar, aanhaakt bij een ander. Zat toen, want ik zie dat je bent eerst, heb je 3,5 jaar bij Rabo Vastgoedgroep gezeten als projectsecretaris grondbedrijf. Dus eerst wat meer, je hebt wat meer de civiele kant nog wat opleiding gedaan. University of Lincoln, Master of Science in Civil and Structural Engineering. Nou, dat is een hele mond vol. Dus wat meer de civiele kant op. Zowel die baan als die opleiding valt dat eigenlijk wel mee. Alleen wij hebben MTS ben ik op de HTS doorgestroomd. Daar moest ik uiteraard natuurlijk wel stage lopen. En moest ik ook afstuderen. En we hadden een heel leuk groepje met 3 man. Johan de Vries Patrick en ik. En ja, Patrick Biesboer. En wij waren altijd wel een eenheid op die school in die afstudeeropdrachtjes en dingen. Toen kwamen we via Johan terecht bij de directeur van de Wilma Den Haag. Nou, Wilma Nederland was echt een topbedrijf, een bouwbedrijf. En wij konden daar afstuderen. Dat was dan in 95, 96. En toen had je net Finex. Hè, dus vierde nota ruimtelijke ordening extra. Dus dat voorzag in de woningnood. En zoals we die nou kennen, hadden we toen, zeg maar, allemaal gebieden aangewezen. Ook in de Randstad. Daar gaan we gewoon grote uitbreidingswijden maken, wijken. En ze hadden ook een grote wijk in Delfgauw. Nou, de commerciële naam later was Emerald. En daar kwamen 2400 woningen. En dan had je 5 grote bouwbedrijven. Ontwikkelende bouwers. En dus je had een bouwpoot en een ontwikkelpoot. En die 5 ontwikkelende bouwers, die hadden samen met Rabo Vastgoed. Nou, de afstuderen was eigenlijk, aan wat voor behoefte is er nou eigenlijk aan wat voor woningen? Want we zetten altijd die woningen neer. Maar ja, we hebben tegenwoordig marketing en dat was toen eind jaren 90. We gaan enquêteren, we gaan kijken wat is de behoefte. Willen mensen wel 2 lagen en een kap? Hè? Dat is bijna dezelfde discussie als nu. Ja, ondanks dat je nu echt wel andere woonvormen in de stad tegenkomt. Maar was het toen allemaal wat traditioneler, maar dat moest ook vernieuwd worden. Nou, wij hebben dat gedaan en dan had je natuurlijk IT had je natuurlijk statistiek. Je kon dat als student ook al en grafiekjes maken en je kon een rapportje printen. Nou, vanuit dat onderzoek hebben wij een soort advies gemaakt waar behoefte aan was. En een van de 3 gasten van een groepje van mij, dat mocht dan bij Emerald, bij Delfgauw, CV komen werken. Maar ja, dat was natuurlijk een samenwerkingsorgaan met allerlei bloedgroepen. Dan had je die 5 ontwikkelende bouwers. En nou had je Rabo Vastgoed, die was voor 50% financier. Ja, dat was voor mij allemaal nieuw. Die had 50% belang in de ontwikkeling en die bouwbedrijven ook. Nou, ik ben als enige overgebleven om daar te gaan werken. Omdat die andere 2 jongens eigenlijk een andere baan hadden geaccepteerd, elders. En ik ben toen daar begonnen. Dus Johan en Patrick zeiden, Johan, maak jij het maar af. Nou ja, met Patrick heb ik zelfs nog op dezelfde baan ergens gesolliciteerd. Daar werd hij gekozen en ik niet. Hè, dat vond ik toen natuurlijk al moeilijk. Achteraf is dat hartstikke goed geweest. En dat was in Amsterdam trouwens. Dat was wel leuk, want ik was daar denk ik wat terecht voor zijn raap overgekomen. In ieder geval, hè, dat werd teruggegeven. En uiteindelijk ben ik daar dus beland en in dat tijdelijke bedrijf. En daar had je, zeg maar, een BV, CV-constructie. Ja, dat was natuurlijk allemaal nieuw. Maar wat ik daar werd, er staan natuurlijk prachtige projectsecretaris op mijn CV. Maar ik, voor mijn gevoel werd ik manager van alles. Want ik werd de rechterhand van de projectdirecteur. En de projectdirecteur was natuurlijk een man die heel veel te zeggen had op dat project. Die werd vanuit die 5 bedrijven, hè, zeg maar, benoemd. En die had het dan voor het zeggen, want het 400 woningen bouwen van weilanden naar een hele woonwijk, dat is gewoon een hele operatie in een soort PPS-achtige constructie met de gemeente Pijnakker. Dus ja, daar was echt enorm veel te doen en we belanden daar ook in een boerderij. Dus ik had HTS gedaan en ik dacht, nou, dan ben je een soort ingenieur, hè. Dat vond ik dat toch wel heel spannend toe. Hè. Nog geen eens een echte IR, maar ingenieur was het. En dan beland ik in een boerderij. Maar
wat mij daar denk ik wel aan stond, was gewoon ondernemerschap, vrijheid. Want ja, de boerderij was natuurlijk gekocht, was onderdeel van die landerijen. En we zouden een projectbureau zouden natuurlijk neergezet worden, een soort schottenketen. Je zat eigenlijk wel midden in de werkomgeving, zeg maar. Ja, maar gewoon, je was daar, zeg maar, helemaal in de prille begin was je er aanwezig bij iets heel groots. En ik denk dat ik dat wel heel erg spannend vond en mooi. En ik mocht daar ook heel veel zelf invullen. Dus hoe we daar gingen zitten, of dat we een bureautje hadden gehaald, of dat je gelijk ook een mobieltje had. Dat was toen zeg maar nog spannend. Dat had niet iedereen. Nee. Dat was allemaal geen probleem. Kon je gewoon zeg maar krijgen. En toen de eerste fase, moest er een verkoopcentrum komen. Ja, die werd dan gepositioneerd. Zeiden we ook kunnen natuurlijk in een hoekje waar later een parkeerterrein kwam. En heb je daar ideeën bij? Nou, ik had daar wel ideeën bij. Dus had je makelaarsoverleg. En had je een commercieel bureau, Leitmotief. Heel leuk, hè? Dat zijn mensen die vergeet je ook allemaal nooit meer. Hè? Zo helemaal aan het begin van je carrière. En die zei, we gaan folders maken. Dat was helemaal niet allemaal digitaal, was veel meer allemaal hardcopy. En dan gaan we de eerste, 100 woningen vermarkten. Maar ja, dan moet wel vanuit 2400 woningen. Ja, makelaars in de buurt, in het dorp. Nee, we gaan gewoon hier een plek maken. Mensen gaan hier kopen. Nou, ik vergeet nooit meer. Toen mocht ik dat gewoon zelf invullen. Dus wij hebben een project. Hoe oud was je toen? Ja, 24. En helemaal bijna geen ervaring natuurlijk. Behalve met die bijbaantjes die ik al gehad. Ja. En ik teken 3 keten. Die zette ik in de U-vorm. En daar waren dan spreekkamers. Nou, dat kon ik laten schetsen door een bureautje. En ik deed daar een kassendek tussen, want we zaten daar in de kassen. En ik kom ook uit Westland, ik vond dat hartstikke leuk. En ik zocht gewoon zo'n kassenbouwer op en een elektricien. Nou, het leuke is wel dat, dan vroeg ik aan mijn vader, iemand die dat kan bekabelen, aan kan sluiten. Nou, Rijndorp zei hij dan of zo. Rijndorp, ik heb nooit van gehoord. Ja, die heeft dat toen bekabeld en gemaakt. En dat is trouwens nou een van de partners bij het huidige Waal waar ik werk. Natuurlijk helemaal geen verband meer met vroeger. Maar dat is dan toch wel leuk, hè? Als je die dingen zeg maar allemaal een beetje terug. Ja. Wat had je toen als je dan van school, wat heb je op de MTS en op de HTS geleerd wat je toen daar kon inzetten? Of begon je bijna weer helemaal opnieuw, zeg maar? Nou ja, ik denk, een stukje marketing, zeg maar de commerciële vakken, die vond ik leuk. Hè? Want dat vind ik dan zelf denk ik ook leuk. Hè? Dus een lijn neerzetten en een merk neerzetten. Dat deden we daar met een project. En kijk, aan de techniekkant eigenlijk niet zo heel veel. Want ja, ik had stage gelopen bij een projectontwikkelaar in de utiliteitsbouw. Dat is weer heel iets anders op de HTS. Dus ik kon daar eigenlijk niet zo heel veel kwijt. Ja, ik had bouwfysica gehad, constructieleer, weet ik wat allemaal. Maar ja, daar ging het daar helemaal natuurlijk niet om. Want het ging daar over een projectmanagement klus eigenlijk. Zeg gewoon, en ik was gewoon manager van alles, hè. Projectsecretaris. Ik heb dat op slot zelf verzonnen ook. Ik mocht eigenlijk alles zelf verzinnen. En dat was eigenlijk het leuke. Ja. En ik heb daar 2 projectdirecteuren meegemaakt. En Aalt Maaswinkel, die kwam uit de gemeente Haag, uit een hele andere hoek. En die had de bouw van het stadhuis vlot getrokken. En later werd dat Hans Verhul, dat was ook een bouwdirecteur. Ja, echt enorm goede herinneringen, al die mensen. En Frans van Sliedrecht was de directievoorzitter. Die was de chef bij Wilma Den Haag. En die deed het dieropvoorzitter. En misschien leuk om te weten. Op dit moment zijn we een project in verkoop aan het brengen in Bergshoek. 144 woningen. En dat doet Waal met Frans Sliedrecht. Oh, wat leuk. Visade en zijn eigen bedrijf. Dus eigenlijk, dat is ook weer niet of zo omdat ik daar gewerkt had. Dat is uit hele andere verbanden weer ontstaat dat. Maar toch wel, hè, dus met heel veel mensen, dat is wel iets wat ik iedere keer terug zie, doe je lang zaken. Oh, wat zei je, jochie, wat ben je groot geworden? Nou ja, dat weet ik niet. Ik heb een goede verhouding met hem. En we hebben nu samenwerking en samen een bedrijf. Maar dat kan je zeg maar op dat moment niet bedenken. En hij deed de directie overleggen. En nou ben ik zelf natuurlijk wel eens voorzitter in het managementteam of in die directie. Maar ik vond dat wel heel spannend als zo'n man, hè, wat hij deed. Maar ik was een notulist, hè. En ik heb eigenlijk een broertje dood aan schrijven. En ik heb zoveel notules als ik heb gemaakt in die kleine 4 jaar. Ik deed stedenbouw notuleren, civiel overleg. Ja, alles. En eigenlijk niks voor mij. Dus
Want ik ben wel ondernemend en ik denk wel dat ik het leuk vind om ook leiding te geven. Maar ik kan ook wel heel goed, hè, dat film ik dan wel eens voor mezelf terug, gewoon voor een werkgever werken. Want ik was daar toch wel, ja, moet je zeggen, ik moest wel heel veel service verlenen. Ja. Ik moest heel veel schrijven, ik moest heel veel natrekken. Maar heb je daardoor ook niet al die facetten, allemaal in de toelen moest je natuurlijk denk ik, een beetje netjes opleveren, allemaal doorlezen wat je schreef. Ja. Dat je eigenlijk van al die aspecten best wel heel veel dingen geleerd hebt? Ja, ja, achteraf zie je dat pas. Ja. Ik ben zeg maar op een hele jonge leeftijd enorm breed ontwikkeld. En ik heb tot op de dag van vandaag gewoon nog een soort voordeel soms dat ik dat heb gedaan. He, want personen zien natuurlijk in de bouw maar een stukje van de puzzel. En ik zag daar eigenlijk bijna heel de puzzel. Ja. En het is natuurlijk, nou ja, dat, niet dat dat netwerk je verder hebt gebracht. Maar je kreeg natuurlijk wel een vrij groot netwerk. Want er zaten toch hele grote spelers bij. Ja. Hoe ben je dan bij Waal terechtgekomen? Nou, dat zat zo. Op slot zaten we zijn uit die boerderij in een echt ketenpark gekomen, echt kantoor. We gingen echt mensen aannemen. En we werden steeds professioneler. En op slot waren we in fase 3. Je had vijf fases. Is gek hè, dat je dat allemaal nog weet. Het aantal woningen waar rond de 1500 de woning op papier aan het ontwikkelen. Een Dura of een Wilma of een ABG. Een van die ontwikkelaars mocht dat dan invullen. En dan, dat werd natuurlijk allemaal verdeeld. En er werd dus helemaal een beetje gevochten met de bouwpoot. Maar nu achteraf denk ik, ja, dat zijn eigenlijk waren dezelfde bedrijven. En dan kwamen ze eruit, gingen die woningen in verkoop. En op slot zag je een soort herhaling van zetten. En soms ben ik te snel verveeld. Hè, want het geeft soms indruk bij mensen dat misschien dingen niet helemaal afmaken. Maar daar heb ik het gezien. Ik denk dat dat toen ook was. En dus na 3,5 jaar, toen zaten we in fase 3. Langs de OV-zone en dan gingen we weer zo'n deelplanontwikkeling, eigenlijk copy-paste. Want de verkoop liep toen als een speer in die jaren. En en het eind was in zicht. Hè? Bij stedenbouw waren we aan het vergaderen over fase 5. Alle grondverwervingen waren afgerond, ook alle moeilijke klussen. Ja, ik had er wel gezien hoe het werkte en uiteindelijk had ik ook wel natuurlijk voor mezelf een beeld van, ik wil niet zeg maar. Als een projectsecretaris, dat is natuurlijk überhaupt geen rol, maar in de verlengde daarvan bij een van die bedrijven verder gaan. Het was wel zo, echt superleuke mensen allemaal, er zitten ook nog heel veel in het werkveld, die zie ik ook nog wel eens. Ik mocht volgens mij overal komen, bij al die aannemers kon ik beginnen. Maar ik denk, dan word ik ook zo'n mannetje, een van de honderden, in zo'n groot corporate bedrijf. Ik denk, dat is een hele weg omhoog te klimmen, want dan zou jij zeggen, waarom dacht je zo? Dat weet ik ook niet. Ik wilde zeker wat worden en leiding geven. Wat het is, weet ik ook niet, maar dat heb ik wel altijd gehad. En dat was zeker toen wat sterker ontwikkeld. Want ik denk, anders krijg je nooit echt iets voor te zeggen. Hè? En dan kun je ergens je stempel drukken. Uiteindelijk heb ik dat, omgezet in een keuze. Van, joh, ik ga wat anders doen. En dan eigenlijk heel bijzonder, toen kwam er een advertentie langs. Nou, bijna voel je oud worden, want het is wel heel ouderwets klinkt het, hè? In de Telegraaf, geloof ik, op een vakantieadres zat ik. En dan vroeg Aan de Sterren, Verenigende Bedrijven, ik had er nog nooit van gehoord. Die vroegen high potentials voor in de kweekvijver van het bedrijf om in potentie binnen 5 jaar directeur te worden. Nou, ik geloof dat helemaal. Ik denk, nou, dat kan ik makkelijk. Nou, helemaal natuurlijk niet weten waar ik het over had. Maar gewoon een brief geschreven. Daar zat toen al een soort selectiebureau tussen. Dan mocht je daar eerst mee in gesprek. Vervolgens met nog een andere persoon, een soort coach, die aan de Sterren Verenigde Bedrijven hing. En daarna ging je mensen bij Aan de Sterren zelf spreken. Nou, dat ging eigenlijk allemaal heel vlot. In een paar weken achter elkaar. Toen vond ik het nog best moeilijk om. Kon je zelf staan uit Twello? Dat ging wel heel goed. Want uiteindelijk, weet je wel, we hadden in de Meern of zo, heb ik geloof ik als langs de weg zo'n sollicitatiegesprek gehad. En op slot moest ik natuurlijk wel een keer naar Deventer. Hè, daar zat het hoofdkantoor. En ook gesprek met Anton Anestegger, de founder van die holding. En ik vond al best wel stroef gesprek, want ik dacht toch wel dat ik al heel veel wist. En er werd mij wel wijs gemaakt, joh, je weet nog niet veel, maar je mag het bij ons laten zien. En je moet vooral wel zelf regelen. Ja, dat laatste stond me wel weer aan. Dus ik ben naar het tweede gesprek ben teruggereden.
Toen heb ik gezegd, joh, ik heb hier een arbeidscontract. Daar staat in wat ik wil verdienen. En ik wil die in die auto en ik doe die in die opleiding. Dat wil ik ook afmaken. Nou, en toen werd er wel gezegd, nou, je doet wel, we hebben hier ook wel een format arbeidscontract. He, ze vonden dat wel, he, maar ik had het wel heel letterlijk opgenomen. Je moet het zelf regelen. Ja, en, want je werd, dat heet het aannemerschilder, zo was het gelabeld. En je werd een gezel, weet je, in die idee van vroeger. En ja. Je kreeg een leermeester en kon je opklimmen. Nou, ja, eigenlijk fantastisch. Hè? En ik vind het nog steeds een supergoed idee, hè? Hoe dat toen ook is, hoe je geprikkeld werd om echt boven te komen drijven. Want daarna had je weer gewoon geselecteerd en was gewoon een groep van 20 man of zo. En jij was de 1 van de 20. Maar je was, toen was je aangenomen, was je natuurlijk voor je gevoel heel wat. Want dan was je in die kweekvijver. Maar vervolgens ben je eigenlijk gewoon aan je lot overgelaten. Want het verhaal was, je moet voor jezelf zorgen. Als je ondernemer bent, ga je zelf je werk regelen. Dat kan bij 1 van de 20 bedrijven. Ga maar zorgen dat je ergens een klus krijgt. Nou, ik woonde dus in het westen. Dus ik kwam al heel gauw, de verleiding was natuurlijk alleen maar in je eigen omgeving te kijken. Dus ik kwam alleen bij Waal terecht. Dus een van de weinige bedrijven in het westen van Nederland. Nou, moest je toen nog in concurrentie nog met andere nee, high potentials? Nee, want die zaten allemaal niet in deze zone. En, dus ik kon naar Van der Waal. Natuurlijk tien keer langs gereden, want ze in Vlaardingen. Niet wetende dat ik ooit bij Van der Waal op gesprek zou gaan. Ik ben in Vlaardingen geboren, heb er niks mee te maken, maar familie in Vlaardingen. Weet je, is wel een naam, O. Van der Waal. Sterker nog, ik heb een tijdje op een school in Rotterdam gezeten. Zat ik bij Henk van der Waal, zoon in de klas, Lucas. Heb er ook nu niet meer mee te maken, maar is wel heel toevallig. Want daar had je natuurlijk wel van, hoor, mijn vader bij mijn bedrijf en dat groeide en dat groeide. En, maar, hè, want dat is eigenlijk zo groot geworden dat op slot hè, is dat eigenlijk ook de ondergang geworden in 88. En toen is Aan de Steeg ingesprongen. Hè, dus die heeft dat als deelneming toen overgenomen en de garanties overgenomen. En zo, hè, dus 11 jaar na dato, want dat was in 88 en ik kwam in 99 op gesprek, zat ik bij Waal. En ik zeg, joh, ik ben een soort zo'n stagiair vanuit Deventer. Ik wil graag het vak uitvoering leren. Want het idee was dat je alle rollen ging doen. En ik denk, joh, ik heb nou zo lang zitten notuleren, 3,5 jaar. Hey, mijn zoon, zoiets buiten. Nou, toen andere Vinex, Wateringse Veld, kon ik beginnen als, ik zou nu zeggen, deeluitvoerder. Dat was veel zo gegrepen. Ik was natuurlijk gewoon, ik wist helemaal van niks. Dus ik werd daar bij een hoofduitvoerder neergezet. Op, geloof ik, 200 woningen was echt een grote klus. Nou, ik denk, dan zit ik gelijk bij de hoofduitvoerder en dan mag ik gelijk interessante dingen doen. Maar eigenlijk moest ik gewoon natuurlijk helemaal leren wat het vak bouw is. Dus ik kreeg allemaal kleine klusjes. Ik kreeg onder andere een klusje tegelwerk nameten. En nou, ik dacht echt, wat een idioterie. Dus we hadden dan een bouw die hoogbouw, 80 dezelfde appartementen voor een corporatie. Dan moest ik de tegelwerk nameten. Waarom deden ze dat? Waarom denk je dat ze toen dat soort, ja, dat om te kijken gewoon, of je wat er echt in je zat? Nee, gewoon een vak leren vanaf onderaan. En dan natuurlijk, je ging niet echt meer meetimmeren. Je moest natuurlijk gaan leren leiding geven. Hè, want dat is uitvoeringsgeleid en leiding geven. Je moest dingen organiseren. En uiteindelijk, ze wilden toch wel even kijken of dat die tegelzetten niet te veel betaald had gekregen. Want je nam het aan van een tekening en dan meet je het gewoon na. En is wel eye-opener voor me geworden. Want ik heb al die badkamers en tegels en de wc's nagemeten. En verrek, we kregen een verrekening. Er zat toch nog wat minder werk op tegenwerk. Dus dat betaalde zich dik uit. Maar ik vond dat zo'n idiote baan. En hoe groot was Waal toen? Ja, Waal. In omzet gemeten, of in mensen. Ja, ik denk dat er toen ook man of 100 tot 120 man werkte. En het had denk ik een omzet van 60 miljoen euro. Teruggerekend. Ja, 50 denk ik. Maar toen was je 28 of zo? Ja, klopt. Ja, 99. Ja, nog geen eens, 27. Nou, en uiteindelijk, maar over dat, dat is wel aardig om toch tegen jou te zeggen. Want zo iets simpels als het tegenwerk nameten. Terwijl je denkt, als jongetje van school, waar slaat dit op? Maar gewoon, dat was toch wel ook
heel leerzaam, want uiteindelijk kwam er iets uit te verrekenen. En die onderaannemer vond dat ook prima, want hij had ook minder gelijmd. En dan kwam je ook eigenlijk achter dat tekeningen en werkelijkheid niet waar zijn. En dat je dus, als je een hele hoop kleine dingetjes bij elkaar optelt, dan kom je toch ook weer op een groter iets. En zo moest ik heel veel van die dingetjes doen. En ik mocht ook op vrijdag om 12 uur lumpia's halen bij het lokale Chinees. Die ging apart open voor de mensen van Waal. Dus dat waren ook allemaal leuke dingetjes, weet je wel. Dus dat gaf ook een leuke sfeer. Ja. En je ging met die jongens een keer kaarten. Het was ook gewoon, je was veel meer onder mensen dan die kantoorbaan die ik had gehaald. Ja. Want toen zag ik eigenlijk alleen maar, ja, plus dat klinkt wat overdreven. Maar je dat, zag nu eigenlijk heel praktische dingen waarvan je dacht van. En een uitvoerder die uit het lint gaat, door het lint. En wij spreken met een stoel gaan gooien in de keten. Het was gewoon veel meer spanning en ik vond het wel leuk en ik had gewoon nog een uitleer jackie thuis en dat deed ik gewoon aan en ik liep gewoon op die stijgers tussen die bouwvakkers en wij hebben nu nog steeds timmerlui die zeggen en die hebben die Johan die stagiair, maar hij zei altijd goedemorgen, want dat was ook vaak zo dat het een groot verschil is tussen buiten en binnen, hè, de bouwbedrijf. En uiteindelijk Eberten, waar ik later echt een fantastische tijd mee heb gehad, Ebert van der Wal, dat werd mijn compagnon. En dan zitten we in 2005 alweer. Dat wist ik toen nog niet. Gaat heel snel. Je zegt 6 jaar. Je begint als deeluitvoerder. En na 6 jaar word je directeur en compagnon. Ja, maar zou ik je vertellen? Een bedrijf met 60 miljoen en 100 man personeel. Kom op. Wat is daar gebeurd? Ja, maar kijk. Ebert liep daar. En Ebert heb al... Die was in 87 begonnen. Dus die was adjunct-directeur toen kwam. Tenzij adjunct-directeur. En die had nog een technisch directeur voor hem, Niek Verrij. Enorm veel respect voor die man. Die wist echt wat bouwen was. Die had ook de 10 wetten van Waal. Gewoon orde en netheid. Gewoon echt hele basale goede dingen heb ik allemaal wel meegekregen. En Ebert, die was natuurlijk, die stond weer boven een projectleider. Dus die kwam op zo'n bouwerij. En die kon er natuurlijk ook helemaal nog niet. En op slot, ik kon helemaal niet stilzitten. En in die keetje die vond ik ook niks. Een soort oude hoeren. En je had natuurlijk wel veel minder mobiel verkeer, hè. Dus ik ging ook gewoon echt balkonnetjes aanvegen, want ik ken ook niet zo goed tegen troep. En daar werd ook wel eens een beetje lacherig over gedaan. Of laat hebben we even niks natuurlijk wel over gelachen. Hij sowieso. Maar, en dan ging hij dat vertellen aan klanten van ja, dat is Johan, die veegde dan gewoon dezelfde balkons aan. Weet je, net 1 minuut voor opleveren. Ja. Maar dat geeft meer aan, weet je wel. Dus op slot werd ik opleverkoning, hoor je dan. Dat is natuurlijk heel vaak een term die ze dan gebruiken voor jongetjes die het leren. Want mijn doel was, en dat is denk ik een beetje waar je het verschil maakt. Ik had gewoon een bakjesysteem. We hebben nu Kype, hè? Dat is met plannen, per dag plannen. Je doet lean sessies. En je hebt nu heel veel instrumenten meer als toen. Maar eigenlijk deed ik het heel simpel. Ik had bakjes per onderaannemer. En dan gingen we woningen opleveren. Dan had ik een hele goede verstandhouding met de opzichter. Vond ik ook leuk, die vindt gunde mij ook wat, omdat ik wat leerde en ik deed mijn best voor hem. Dus die keurde dan het product goed, hè, voor de klant. En Roeland van Leeuwen vergeet het nooit meer. En ik zei tegen hem, ik wil 0 punten. Geen 0 punten, dan was gewoon 25 punten. Was ook misschien de norm in die tijd. Was toch knap. Hoe ga je dat doen? Nou, ik had gewoon af en elke onderaannemer een bakje. En dan deed ik gewoon zo'n papiertje in. Gewoon deed ik al met de hand opnemen. Daar heb je nu allemaal iPads voor, hè. Het controle dat heb iedereen. Ik deed gewoon een lijstje in. En die vent die kreeg ook pas gewoon aan het eind van de week zijn bon. Als ook gewoon de voorschouwpunten verwerkt waren. Heel simpel. Moet wel zeggen, toen had je nog wel iets meer, voor mijn gevoel. Ja, vriendschap is een groot woord. Maar je had, als je wat met zijn voorman wat had, kreeg je veel voor elkaar. En je had denk ik minder arbeidsmigranten. Dus je sprak dezelfde taal. Dat scheelt allemaal wel, hè. Ja. Maar in ieder geval in die tijd maakte ik denk ik ook wel verschil. Ik had gewoon 0 opleefpunten. Nou, jij zegt, waarom ging het zo hard? Nou, dat deed niet iedereen. Op slot ging dat goed. Mocht ik naar, maar ik moest alles maar 6 maanden doen. Of liever 3 maanden, want ik moest alles gaan leren. Werkvoer en calculatie. Ja. Ik moest ze maar ruiken natuurlijk. Maar ja, het ging hartstikke goed. Nou, dat is natuurlijk altijd een probleem aan mensen. Nu nog steeds. Joh, hij doet het goed. Nog zo'n leerling, die sturen naar Amsterdam. Vergeet ik nooit meer, gingen we Henke Zagen bouwen. Nou, dat was ook onwijs veel aan de hand. Het was moeilijk gebouw, helemaal van glas en een soort kalzip dak, dus aluminium. Alles anders vernieuwend. Ook, ik kreeg ook weer lijn in de afbouw, in de oplevering. Daar kon ik echt van genieten. Maar het gevaar is dan dat je daar natuurlijk daar blijft. Vergeet nooit meer daar
leuk, dan gingen we opleveren. Toen was er, weet ik het, een of ander voetbaltoernooi. Heel belangrijk, het zal een WK geweest zijn. Toen deed je de kaai-aansluiting het niet meer. Wat een herrie was dat, zeg. Maar dat kwam nu rond. Vergeet nooit meer. Maar dus daar heb je allemaal wel hele leuke, zeg maar, puntjes. Maar iedere keer zat ik wel in de fase, hoe kom ik hier weer uit? Maar was eigenlijk altijd, dat je zei, altijd al bezig geweest om een proces... Ja, stroomlijnen. Stroomlijnen. Eigenlijk eigenlijk gewoon boerenverstand, zegt dan. En wat opleiding. Dus mensen krijgen en gewoon... Hoe je dat nou zeggen? Ik heb ook slechte voorbeelden, ook voor mezelf. Hè, want het is allemaal, hoef allemaal niet zo hoogdravend gesprekken te hebben. Ja. Maar ik had op slot, en daar heb iemand mij wel eens op gewezen. Vind ik toch wel zeggen. Want het gaat ook vaak over discipline. Dus ook voor jezelf. Dat is ook wel, af en toe ga ik daar te ver in. Dan maak ik of te lange dagen, wat dan ook. Ja, op slot moet je misschien ook wel stoppen. Maar wij hadden wel opruimers, noemen we dat dan. Die mensen die de boel schoonmaken. En er waren vaak wel arbeidsmigranten al in die tijd. Maar dan had je ook jongens, daar had je best wel mee te doen. Hè. Die kwamen, weet ik, uit een hele slechte omstandigheden uit. En die werkte het eigen, echt, werkte schompers. Ja. Om naar de bouw voor elkaar te hebben. En je wist natuurlijk dat die beloning was natuurlijk laag. Maar dan had ik meer een systeem en dan zei ik tegen zijn vent, weet je, een gebrekkig Nederlands ging natuurlijk. Van joh, als jij dan nou heel goed opruimt, dan mag je morgen de volgende woning doen. Ja, achteraf heb iemand wel eens gepreden, dat is natuurlijk heel raar, maar dat werkte perfect. Want die vent die had eer van zijn werk. Ik was erg oprecht blij dat dan, ik deed per woning, per galerij, maakt even niet uit. Ja. Maar gewoon dat je zeg maar soort door regel en discipline en die mensen bij betrekken, ja, dat je dan toch wel veel voor elkaar krijgt. En dat, ja, ik denk dat, hè, dus mensen stimuleren zelf ook iets mee te krijgen van dat het elke dag iets beter kan. Dan kom je denk ik wel verder mee, maak je ook soms onderscheid mee ten opzichte van de huidige garde natuurlijk. Ja. En wat voor mensen had je weinig invloed op of kon je niet tot doordringen? Wie kreeg je niet mee? Kreeg je als mensen niet mee? Ja, natuurlijk heb ik dat ook vaak en nog steeds en helemaal ook vaak gehad. En maar in die fase, ik ben er wel achter gekomen. Als jij niet aangeeft dat je dat niet pikt, dan wordt het nooit meer beter. Dus je moet wel de confrontatie aangaan. Niet of zo met de botte bijl erin of zo, maar je mag misschien wel eens wat meer op je strepen staan. He, je kan allemaal een harmoniemodel nastreven, maar dat werkt niet altijd. Nee. Als dat werkt, is het perfect. Maar ik denk wel dat je ook iets mag verwachten van anderen en dat ook uit moet spreken. Kijk, dat heb je ook wel vaak de andere kant, hè, want dan hadden wij ook natuurlijk, hebben we later ook last van gehad. Als je de lat hoog legt en waar iedereen overheen springt, dan heb je ook mensen die dat misschien niet redden. En ja, dan. Het gevaar daarvan is weer hè, de andere kant, dat men zegt, ja, je verlangt te veel van mensen. Ja, en als je niet past, functioneert, ja, dan kun je ophoepelen. Hè, dus je zit altijd op een dunne scheidslijn. Waar doe je het nog goed, haal je het maximaal uit mensen. En waar vraag je te veel, of moet je een ander in zijn kracht zetten op een ander front. Hè, dat leer je wel, vind ik, als je ouder wordt. Ik was veel resoluter in 15 jaar geleden dan nu. Ja. Dan heb ik nu denk ik wel wat meer een soort stuurmanskunst van, nou ja, ik kan een beetje via een omweg doen. Ja. Maar goed, 2005, word je al directeur, weet je toen nou, nog ja, een compagnon of dat nog niet? Ja, ik zal twee zinnen aan besteden, dus mag van jou. Want hoe kwam je nou vanuit die uitvoering dan op kantoor? Toen ben ik teruggegaan naar aan de Sterren, naar het hoofdkantoor. Die hadden echt... Voor die tijd, hoor, dus hij spreekt over 2000, hè, ik had er een beetje een jaar op zitten. Echt spraakmakend programma, dat heette Bouwtaak. En dat is van een aantal aandachtsherren, zeg maar zelf, neergezet, framework. Er zaten heel veel kennisbedrijven aan vastgeklikt. Het was gewoon eigenlijk volledig digitaal, vragen aanbod op elkaar afstemmen, werken met een projectband, bank, dus digitaal allemaal. Dat is niet van de grond gekomen, daar is wel heel veel onderzoek gedaan. Er zijn... ook heel veel systemen gebouwd, IT-systemen. En ik heb daar een tijd in meegelopen en door onder andere de processen van een bouwbedrijf te modelleren. Calculatieproces, input, output, ja, en alle tussenstapjes, alle verbanden, werkvoorbereiding, inkoop, uitvoering.
eigenlijk een soort analyse van een ERP-achtige omgeving. Ja, ja. Maar ik wist dat niet, dus dan moest ik mensen interviewen. En ik had een kennisbedrijf die hielp mij. En ik kwam ook bij brancheorganisaties terecht. Ik kwam ook ineens bij Instituut Nederlands Kwaliteit terecht. Want ja, we hadden bedacht, daar, ja, het is ook wel handig als je een framework hebt, hoe je een strategieplan maakt. Instituut Nederlands Kwaliteit, hè, dat is een afgeleide van een Europese standaard. En daar waren ze dan de Philips, de KLM, ze hadden dat verzonnen. Heel groot, klein gemaakt. Op slot, hartstikke leuk om even te vertellen. Ik moest natuurlijk veel leren. Ik snapte niks van financiën, iets wat werd gezegd. Dus jij gaat sowieso eens meelopen in België, daar hadden ook wat bedrijven aan zeggen. Jij doet een due diligence, loop je mee met de accountants, loop je achteraan, dan ga je kijken. En je gaat dat rapport, vergeet nooit meer, bouwbedrijf Janssen in geel. Ik weet niet hoe het er nu mee staat, maar voor mij was wel spannend, ging ik daar mee. Moest ik dat bedrijf langs de meetlat van het INK leggen, was mijn opgave. Dus dan moest je die kwalitatief meten, hoe goed is dat bedrijf. Is uiteindelijk niks geworden, die overname. Maar zo had ik daar, zeg maar, vanuit die rol heb ik zoveel weer in de breedte gedaan. Verbetermanagement, dat was toch wel toen, hè, kwam helemaal op. Door dat INK ook ingegeven. Er is een cursus in Kortrijk, werd er nou gezegd. En misschien moet jij dat gaan doen. Ja, en waar jij woonde en dat je dan van hop naar her reed en bijna nog maar 6 uur kon slapen of 5 uur. Dat werd helemaal niet gevraagd. Toen heb ik in Kortrijk een cursus gedaan, verbetermanagement. Ah, weet je, dus in die tijd deed je zoveel dingen. En ik denk dat je daar zo, ja, veel dynamiek om je heen. Dat je enorm gevormd hebt. Wat je pas achteraf dan valt dat allemaal een beetje op zijn plek. Want wie zag dat als regisseur dan nog weer boven? Wat er bijvoorbeeld met jou gebeurde? Ja, dat deed dan een coach. Die was verbonden aan de sterren. Dus daar sprak je 1 keer per 2 maanden mee. En incidenteel had je daar wel eens met mensen van de holding te maken. Maar eigenlijk ook best wel op afstand. Hè? Dus er werd ook wel weer heel veel aan jezelf overgelaten. Maar ze zagen wel een plan met jou. Ze zagen wel. Nou, dat weet ik niet. Want ik vond dat wel tegenvallen eigenlijk. Maar ja, dat mag ik natuurlijk helemaal niet zeggen. Want ik heb gewoon een fantastische kans gehad. Hè? Gewoon links of rechtsom. Ja. Denk Anton Anderstegen heeft mij gewoon, zo zie ik het persoonlijk, gewoon een kans gegeven. En dat vind ik nog steeds top. En wat je dan ook hebt bijgedragen of waar je in tekort komt, even daar gelaten. Het is gewoon, dat is wel maar iemand die je een kans geeft. Ja, ja. En uiteindelijk, ja, die groep waar we mee begonnen, die 20 man, die kalde heel snel af. Dat zag ik. Ja, nu is er wel geteld nog 1 iemand over, die heeft een eigen projectontwikkelingsbedrijf ook binnen de holdingverband in Limburg. Dat is de enige jongen die uit die tijd nog aangehaakt is. Naast jou? Ja. Ja. Dus je zag dat wel toen, na 1,5-2 jaar, zag je dat al gewoon ontstaan, dat proces. Ja, Ik heb voor Bouwtaak, toen moest er een boekje komen, dat hele concept over dat digitaal bouwen. Daar heb ik toen ook mijn afstudeerstage of mijn afstudeerverslag over gemaakt. Voor die masteropleiding die ik deed. En dat ging over hele andere dingen als het echte bouwen, zeg maar, zoals we bij de bouwbedrijven kennen. Ja, wij waren natuurlijk een soort academici, die zaten een beetje fantaseren over digitaal bouwen. Maar er moest een boekje komen voor de bedrijven, want er werken 1200 man bij al die bedrijven. En die moest uitgelegd worden, wat is Bouwtaak, want we gaan overal zo werken. Ja, ik deed dan de eindredactie van zo'n boekje. Weet je, dat het helemaal klopte. Ja. Dus het was heel divers. Dat was toch die projectsecretaris die weer naar voren kwam. Ja. Daar zo, ja. Hey, maar goed, Waal, 2005. Ja, nog 1 stap dan. Op slot was dat R&D, zeg maar, over. Ja. Daar had ik natuurlijk ook alweer veel te lang gezeten. Dus terug naar de bedrijven. Nou, we gaan nog bij bouwbedrijf Paul praten in Apeldoorn. Ja. Die zat daar helemaal niet op te wachten op mij. Tuschres, hoe heet hij nou, Ruud? Geluk, als ik het goed heb. En die zat er al jaar en dag. En dan kwam zo'n Westeling, zo'n jongetje, zo zie ik dat nu voor me. Die kwam dan, ik wil verder bij ASVB, ik wil directeur worden. Dit is wel misschien een bedrijf voor mij. Dus die meneer zegt tegen mij, ja, hoe zie jij dan een bedrijf? Was super traditioneel georganiseerd. Dus ik schrijf een notitie. Ook eigenlijk ongevraagd. U kan het beste zo organiseren. En dan zet ik mezelf ook ergens bovenin.
Nou, dat uitgelegd, nou bedankt. Dat was natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Dus daar was die kans ook weer voorbij. Dus ze hebben denk ik ook wel eens met mij gezeten. Ja, op slot, ik, toch maar weer naar Vlaardingen. Want ik wil eigenlijk gewoon ook in het westen blijven wonen. Ja, ik naar Vlaardingen terug. Zat daar net een nieuwe algemeen directeur, 2000. Kom ik in 2001, nou, ik wil hier dan wel binnenkort in die directie komen. Nou, dat was dus helemaal tegenovergestelde plan van natuurlijk net die nieuwe man. Dat snap ik nu ook wel achteraf. Maar ja, toch zegt hij, ja joh, kom maar, want jij bent met de bouwtaak bezig geweest. En dat was eigenlijk de clue, hoe kwam ik daar naar het managementteam. Toen heb ik gezegd, joh, hij zei, maar wat kom je eigenlijk doen hier? Ik zei, nou, ik kom procesmanagement doen. Dat hele woord was nog nooit gevallen, waarom? En ja, wat is dat? Ik zei, nou, ik zeg, ga al die processen optimaliseren. We gaan naar voren in traject, voorwaarts integreren. Gaan we een planontwikkeling doen. Ze hadden een goede werkvoorraad, goede klanten, dat was gewoon zo. Dus ik had gewoon zo een paar projecten, nou, dat is goed. Ik heb hier een paar kansen van die en die corporatie, ontwikkelaars. Maken wat van. Ja, en ik had natuurlijk al die processen gemodelleerd. Er was een soort procesmodel uitgekomen, dat noemden we NeoHotPlans. Dat was het model. Niemand wilde daar natuurlijk aan, maar ik ging er helemaal 100% voor. Ging heel waal op NeoHotPlans zetten. Ben ik gaan doen. Uiteindelijk krijg je dan kansen voor projecten. En in 2003... traditionele afdelingen. Ja, we moeten eigenlijk naar een soort kenniscentrum. Want door bij dat procesdenken had ik zelf verzonnen, ook die naam. Maar er werden anderen een hoofd van het kenniscentrum. Dat vond ik helemaal niet de bedoeling. Ik had gewoon niet goed gedaan, ik had niet gezegd. En ik wil ook hoofd worden. Maar dat kon ook niet, want het idee was, als jij geen projecten hebt gebouwd, dan kun je dat ook allemaal nog niet aansturen. Nou, uiteindelijk werd een ander hoofd, na een half jaar of een jaar struikelde die over iets. Jammer, die meneer ging weg. En ik denk, dan moet ik het nog een keer proberen. Dan ga ik zeggen, nou, als je nou dit plaatje doet met dat kenniscentrum en die man daar, en dan word ik hoofdkenniscentrum. Maar dat betekent dat ik ook dan een plek in het managementteam wilde hebben. En dat eigenlijk twee andere MT-leden op de afdeling gingen werken. Ik opgeschreven. Ik heb dat memootje denk ik nog wel in een oude computer. En dat vond ik wel heel leuk. Toen zei die Arie Punt, hè, dat was die nieuwe algemeen directeur. Hij zei, zo gaan we het doen. Nou, wel weer een kans gekregen. Ja, dus toen kwam ik in dat MT, was ik... toen was het natuurlijk al wel iets beter, want toen ging ik de weg omhoog een beetje. Ja. Toen zat ik daar. Toen zei diezelfde Arie, ja joh, als jij nou echt wat wil worden, dan moet je toch eerst eens een groot project maken. Nou, en toen waren we in die tijd bezig, speelde de realisatie van dit hotel waar we nu zitten in Ridderkerk al. Want ze hadden een grondpositie, de voorgangers hadden een grondpositie verkocht aan bedrijf Valk om hier een hotel te bouwen. En dan mocht de Waal dat bouwen, een soort reciprociteit achter idee. En Arie Punt zat al een paar jaar in een bouwteam, maar dat duurde vrij lang. Dus hij zei, nou, als jij nou in dat MT zit, dan moet je als hoofdkenniscentrum ook maar zo'n bouwteam eens verder brengen. En als je dat misschien aanneemt, moet je het misschien een keer bouwen. Dan ben je misschien over 5 jaar projectleider. Ja, mijn wereld stortte weer in. Dat was helemaal niet mijn horizon. Ik wil ook helemaal geen technisch projectleider worden. Maar ik ben wel de bouwteam aangegaan. Ik heb een fantastische leuke tijd gehad met de opdrachtgevers van dit pand. En dat was gewoon een hele mooie tijd. Want dat lukte gewoon. We gingen gewoon echt dat project realiseren. En waar jij vooral goed in was, dat je het voor elkaar kreeg? Het was heel traditioneel ingericht. Hè. Even in mijn beleving dan, de opdrachtgever, de architect. Een architect, die had alles te zeggen. En die tekende allemaal moeilijke dingen. En uiteindelijk, de clue was met de afdeling, met het kenniscentrum toen, hebben we eigenlijk de hele moeilijke bouwsystematiek die ze hadden bedacht en getekend. Wij maakten toen heel veel woningbouw en dat maakten we met een bouwsysteem, een tunnelbekisting. Dan bouw je 1-2 beuken per dag. En die stort je vol en de volgende dag doe je weer de rest. En ze maken hele rijen achter elkaar in een treintje en doe je de gevel achteraan, doe je de afbouw. Dan krijg je een beetje industrialisatie in het proces. Ja. Nou, je hebt het hier gezien, hè? Je zit in een soort ovaal. Ja, staat nog. Ovaal ga je ook nooit tunnelen, is dan het verhaal. Maar waarom kun je niet? Want het zijn altijd een soort kubistische vormen. Maar dan kan je niet geen spietjes maken.
Of kunnen we hem niet segmenteren? Nou, eigenlijk door dat in te brengen, dat was eigenlijk de clue, was het ineens financieel haalbaar. Dan krijg je een heel ander bouwproces, krijg je een andere kostprijs. En, dus dat, en, nou ja, en plus de gunfactor, hè, Rob en Freek van der Valk, hè, die huidige eigenaar ook. Ja, die werkte ook mee, hè. Ik moet zeggen, weet je wel, ik bedoel, er was ook een wil om uit te komen. Ja. En uiteindelijk hebben we dat toen geclosed. En dat is het leuke bij Van der Valk, want jij zegt, joh, waar zullen we gaan zitten? Ik zeg, bij Valk, waarom? Ja, dan ben je nog zo jong. Dan krijg je zo'n project voor elkaar. Dat was toch ook, weet ik het, 9 miljoen euro omzet. En iedereen zei, kijk uit, hè. Want het zijn inkopers. Nou, ik zag toen veel minder gevaar als nu. Soms ook wel eens makkelijk. Ja. En toen hadden we het afgerond, toen zei Rob, hè, dus die eigenlijk, die zat in mijn beleving in de driveseat. Jij moet ook nog naar mijn broer Martin in Alphen aan den Rijn. Oké. Met zijn broer. Dat is natuurlijk zijn familiebedrijf. Hé, maar een kuub beton, dat gaan wij niet betalen aan jou. De kennis dan we afgesproken hebben met jou. Nou, toen zakte ik wel door en dacht ik, beginnen we nou weer helemaal opnieuw. Ja, toen, ik weet niet hoe ik daar uitgekomen ben, maar ik heb wel gezegd dat die beton de beton bleef en dan niemand zo goedkoop kon leveren. Toen heb ik nog een lesje gehad, sinaasappels inkopen voor zo'n concern als Valk. Vond ik heel interessant, dat vond ik dus leuk. Hè? Dat was, jouw vraag was, tussenreis, wat vind je leuk? Dat vind ik allemaal leuk. En zo'n iemand, eigenlijk niet, wil je even moeilijk, maar vanuit competitie moet je het dan winnen. Of vanuit zekerheden, of vanuit kennis. Dan, ik denk, als ik vanuit weet waar ik mee bezig ben en kennis, kan ik denk ook iets goed verkopen. Dan ben ik ook niet onzeker, wat ik anders wel eens kan zijn. Veel mensen denken het niet, maar dan ben ik denk wel heel erg. Maar niet als ik weet waar ik het over heb. Nee. Nou, en dan heb ik daar ook zeg maar overredingskracht om daar weer uit te komen. Maar ik vond het zo fantastisch van hoe zij sinaasappels inkocht. Of dan kreeg ik weer een kopje koffie en wat dat dan de kostprijs was. En dat is eigenlijk die koffie levert misschien wel meer op als die borden eten. Ik weet niet hoe het nu is, maar toen, hè, was het verhaal. Ja, ja. Nou, dat zijn eigenlijk super. Procentueel in ieder geval wel. Nominaal weten we het natuurlijk niet, maar ja. Ja, ja. Echt ja. Heel erg leuk. Dus ja, nou ja. Maar vervolgens maar heb je Alphen aan de Rijn, heb je Alphen gebouwd? Eh? Heb je volgens Alphen gebouwd? Het was in Alphen. Nee, dat was toen ook werd wel voorgehouden. We gaan daar ook nog bouwen, maar dat is helemaal niks geworden. Maar dit gingen we bouwen. Dus ik denk, nou, dat is dus... Dus het wapenfeit stond, je had iets gebouwd. Nee, is aangenomen. Aangenomen. En ik ging het niet bouwen, want dat was dan zeg maar mijn voorgehouden. Als je dan ook nog eens kunt bouwen, ik zei nee. Dus toen kwam ik terug. De bouwteam is afgerond. Ja... Nou, Cor, en dan was ik wel eens teleurgesteld. Ik moet altijd meer en verder. En zei Arie, hè, dat zijn toch wel personen in je leven die echt wel indruk hebben achtergelaten, merk ik dan. Die zei dan, ja, nou, wij hadden die lead al. Als jij directeur wil worden, Johan, dan moet je werk kunnen aannemen. Hij zei, ik heb hier een briefje van een collega, die zijn vriend werkt bij een bedrijf in Schiedam. Toen deden we ook nog U-bouw. Je moet er een paar hallen bij. Ja, nee, die moet iets verbouwen. Maar misschien wil die ook een hal bouwen. Ik kan me helemaal voorstellen dat ik ook zo'n briefje aan iemand anders geef als ik iets half gehoord heb. Toen heb ik 3 hallen gebouwd. Wij, als wel. En een heel kantoor opgetopt. Superleuke relatie met die klant. Ook nog wat verdiend. Nou, en dat was wel, hè, want dit was zeg maar de aanloop, dit hotel. Maar dat was dan wel echt wel helemaal uit. Hè, ik kon een werk uitnemen. En in die tijd hè, dat allemaal gebeurde, bouwde ik enorm aan wal. Want toen ik daar kwam, was er nagenoeg niks. Er was geen referentiemap, geen verhaal. Wie zijn wij? Maar ik heb dat natuurlijk gemaakt, dat verhaal. Wij zijn de bouwprocesmanagers, wij hebben een kenniscentrum. Dus eigenlijk het labelen, het vermarkten, dat heb ik wel altijd heel leuk gevonden. En ik kreeg er super veel ruimte voor bij Waal. He, dus dat is denk ik ook wel een soort... moet je ook maar krijgen, hè? Ja. Want wie geef ik nou de ruimte bij mij om het te gaan veranderen bij ons? Nou, niet veel mensen. Op dat front, hè? En uiteindelijk... toen was er wapenfeit. Je kan ook werk aannemen. En toen was ik natuurlijk ook aan het groeien in andere bouwteams. Wij hebben toen echt de switch gemaakt, hè? Zo even naar 2010, doordenkend. Van, we deden geen hoogbouw, hè? Dus 4, 5 lagen, appartementen of 10. Maar we deden geen 70 meter.
Maar dat was een soort Champions League in de bouw. Als je dat deed, dan hoorde je bij de MKB-bedrijven, ja. Bij de corporate kon je dan naar meten. En we hadden een goedkopere kostenstructuur. Ja, dus uiteindelijk was dat het doel. En zeg maar dat bouwen, hè, die portefeuille ombouwen. En wij hebben dat in de loop der tijd ook. We zijn gestopt met industriële hallen bouwen. We zijn gestopt met renovatie onderhoud. We zijn helemaal steeds meer gaan focussen. En dat hebben ons toen wel echt wel heel ver gebracht. En dat vind ik denk leuk om te doen. Ik probeer dat ook nu nog steeds meer te focussen. En dus dat je kiezen is gekozen worden. Het is heel eng. Want 47, dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niks zeggen. Andere mensen dan, ik denk dan, nou hallo, want ik werk er bijna 25 jaar. En dan gewoon nog moeite hebben, heb ik nog dagelijks. Dus denk ik ook goed om gewoon te delen. Wij gaan stoppen in Amsterdam met bouwen. Vanaf 96 bouwen in Amsterdam. Wij hebben afgelopen zomer een laatste woning opgeleverd. Dat besluit heb ik dus 2 jaar geleden genomen. Hè, met de media, met aan de sterren, als aandeelhouder. Waarom? Je verliest daar klanten. Want die zijn heel erg juridisch zeg maar, ingericht en wij niet. He, dus je hebt dan krijg je allemaal spin-off van juridische escalaties. Ja. Dat werkt niet. De gemeente is te professioneel bedrijf en te overheersend. He, er is geen bouwvaardigheidsplan meer wat voldoet dat jij nog kan werken. He, dat is over de top. Plus je collega's, hele goede collega's, echt hele gouden gasten, die gingen afzeggen, want die stonden te veel in de file. Die gaan soms misschien 5 uur rijden, zijn s'avonds 6, 7 uur thuis. Ja, nu is corona is even weg. Ja, ja. Maar gewoon echt, wij hebben op de Zuidas Xavier gebouwd. Verleden jaar opgeleverd, 3 jaar geduurd. Een paar echt hele fijne collega's verloren als werkvoorbereider. Met als reden, grotendeels, reistijd. Ja. Nou, eigenlijk ben je natuurlijk best wel, als ondernemer, moet je veel meer kiezen. En we hadden het over, wat is dan wel eens eng? Dat is dus om te kiezen en dat te effectueren. Dus als ik niet zeg we stoppen in Amsterdam, wordt er niet gestopt. Nee. En dan hebben we dat gezegd, en dan, want dat is dan mooi van het verhaal. En dan komt er een kans voorbij waarschijnlijk. Zo, dit was het eerste gedeelte van de podcast voor DGA's. Heb jij een vraag aan deze ondernemer? Dat kan. Stuur dan een mail of een comment onder dit bericht. En dan zullen we deze doorspelen aan de ondernemer. Wil je elke week geïnspireerd raken door deze podcast? Abonneer dan op het kanaal op YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, waar je deze ook maar luistert. En dan word je elke week op de hoogte gebracht als er weer een nieuwe podcast online staat. Dan gaan we nu door naar het tweede gedeelte. Eigenlijk ben je natuurlijk best wel, als ondernemer, moet je veel meer kiezen. En we hadden het over, wat is dan wel eens eng? Dat is dus om te kiezen en dat te effectueren. Dus als ik niet zeg, we stoppen in Amsterdam, wordt er niet gestopt. Nee. En dan hebben we dat gezegd, en dan, want dat is dan mooi van het verhaal. Dan komt er een kans voorbij waarschijnlijk. Hey, sterker nog, heel veel kansen bellen ze me voor een paar 100 woningen in bouwteam. Je wilt het niet weten. En dan wat je altijd doet, hè, dus een bouwteamwerk zoeken, dus 1-op-1 zeg maar, hè, zo'n klussen opstarten. Dan ga je dan goed bedanken. Ja, en dan moet je en sterk in je schoenen staan. Maar het gekke is, dat hebben we dus gedaan, maar meer vanuit nood, omdat het ook ons geld kostte. Hè, dus het was wel tweeledig. En nou hebben we eigenlijk even goede portefeuille, hè, qua grootte, in de regio. We hadden misschien al 5 of 10 jaar eerder moeten doen, denk ik dan. Hè? Ja. Dus je bent eigenlijk als ondernemer ook soms te soft. Hè? Ondanks dat je dan misschien in de markt staat van, die gasten kiezen wel. En dat vind ik dan, denk ik, hè, er is nog, ik denk altijd een beetje gewoon, zeg maar, in een groot, dus iedereen werkt tot zijn 67ste zo'n beetje. Dus ik ga dat ook doen, gewoon. Hè. Zo zie ik het voor me even nog. Ik denk gewoon, in 20 jaar ken ik echt nog heel veel, hè, wat ik allemaal heb geleerd, gebruiken. Ja. Hè, want dat is niet alleen het begin. Ik denk dat we nu veel meer leren. Ja. Ik wil nog even terug naar 2005. Want wat veranderde in jouw leven, in je thuissituatie, toen je ging van, je zag high potential, uiteindelijk naar... Je kreeg, begon je met 20% aandelen? Nee, helemaal niet. Nee, joh. Ik begon met 1 januari 2005 mocht ik dan adjunct directeur worden. Ik kon het niet uitstaan, eerlijk gezegd. Want wat is nou adjunct? Dat is er ook niks. Want dan word je in 2006 echt directeur. Nou, echt schoorvoeten mee akkoord gegaan. Raar is dat, hè? Maar dat maakt niet uit. In 2006 zou ik dan gaan participeren. En dan conform die formule van het aannemerschilder.
En dat was in mijn geval 5%. En op dat moment hè, dan ging Ebert van der Wal, hè, die daar al jaren ook inmiddels een directeur was, die ging ook mede participant worden. En dan ben je zeg maar een nieuwe directie. Samen met Arie, want die zat natuurlijk daar pas 5-6 jaar. Dus die moest dat ook accepteren. Maar dan was het ook wel van, hè, met elkaar maken we de groep groter. Ja, maar veranderde wat? Niemand wil inleveren. Veranderde het toen wat toen jij 5%? Niet. Kocht je die of verdiende je die in de loop van het jaar terug van je salaris? Nee, die kocht ik. En, want er was wel een... Het was wel zo van, je krijgt hier niks. En hoe kan je ondernemen als je geen risico loopt? Dus ik heb gewoon een lening afgesloten bij de Rabobank. Ik vergeet het nooit meer. Dus ik naar de Rabobank. Zegt die mevrouw... toen had je nog gewoon een loket, weet ik van, dan kon je je melden of zo. Ja, ik ga geen ondernemen. Dat is, ik was eigenlijk helemaal geen interessant klant. En ik dacht, zo man, ik wil voor 5% ga ik deelnemen in een echt bedrijf. Vergeet ik nooit meer. Ga je ook nooit meer vergeten. Tot een paar jaar daarna dat beter liep. En als ze je dan bellen, dat je dan daar, weet ik veel, bij private clients wil of zo. Hè, ja. Dat is raar, hè? Dus dan denk ik ook altijd bij zulke dingen. Oh, dus je moet ook elke klant op zijn niveau serieus nemen. Ja, ja. Even, dan spiegel je dat wel weer voor je eigen. Maar in ieder geval, dus ik begon met 5%. En dat werd pas jaren later. Ik weet niet exact, 2009 of 10, pas 10. En toen 2012, 20. En in 2014 heb ik dan nog eens 20% komen. Maar daar werd dus gewoon voor geleend. En als je dan eenmaal wat had verdiend, hè, dat is natuurlijk op papier. In de boeken zeg ik dan maar. En dan kocht je er weer uitbreiding mee, dan was het weer weg. Ja, nee, maar goed. In die, want je zegt even, hè, je stijgt zo. Maar in 2009, 2011 volgens mij, in 2012 drie keer een gezellig wordt. Dus dat is heel snel groeien. Ja. Als dan heel snel groeien, was het ook dat die hele snelle groei, dat ze dat voor een groot deel op jouw konto schoven en je daarom ook gunde dat je meer aandelen was, visio. Ik heb dat gedaan, of hè, mede door mij is dat gebeurd, dus ik heb ook het recht om meer aandelen nu te vergaren, te kopen? Ik denk dat beide. Dus in het begin, als je echt minderheidsparticipant bent en je doet het goed, van 5-10%, dan kan iedereen ook in je omgeving dat wel goed handelen. Ja. Misschien van 10-20 is het denk ik wel weer anders. Alleen als je zegt van het ondernemerschap is wel zo bij Anders Tegger geconstrueerd. Als jij een aanzienlijke bijdrage levert, is het niet erg als je daar zelf een aanzienlijk deel in hebt, CQ-risico loopt. Ja, want uiteindelijk het is als het goed gaat leuk. Als het niet goed gaat, loop je evenveel risico. Ja. En dat is wel het idee volgens mij altijd geweest. En dat is natuurlijk ook in de loop der jaren heb ik dat wel eens even zien fluctueren. Het idee van hoe dat moet werken, ook bij een aansterren. Maar dat is wel denk ik ten principale het idee van ondernemende directies krijg je door mee te doen. Wat denk jij nu wat het een groot verschil is tussen een ondernemer die gewoon zijn eigen bedrijf opbouwt en gewoon enige aandeelhouder is, tussen jou die altijd, natuurlijk, je bent met andere mensen de eigenaar bent, dus met anderen altijd moet overleggen, zeg maar. Ja, ik denk dat je wel bij die laatste varianten waar ik in zit, dan moet je kunnen samenwerken. Je gaat er nooit helemaal alleen over. He? En terwijl iemand zelfstarter, die is eigenlijk helemaal verder uitbouwt zijn bedrijf, ja, die staat er alleen voor. Die haalt er misschien weer mensen bij, hè? Dus die heeft meer te kiezen, denk ik. Dus ik denk wel dat je iets meer samenwerkingsmodus moet hebben. Maar aan de andere kant kan je misschien ook wel, hè, als je de goede mede-eigenaar treft, hè, want het is bij ons dan vaak de meerdere mensen in het bedrijf die meedoen. In ieder geval, ik heb dat dus heel lang gehad samen met de andere, met de directeur productie. Ja, dan kan je ook daar wel weer op terugvallen. Dat is weer het voordeel. Kijk, en
Ik ben in 2015 in januari alleen in die directie komen te staan. Door het vertrek van mijn compagnon in 2014. Ja, ik vond dat wel een fijn idee, hè? Want dan gaan we. Dan hebben we überhaupt niet meer van hij vertelt dit en ik vertel dat. En de stip op het horizon is veel meer hetzelfde. En dus ja, je zou zeggen, in het kantoor Waal, ja, ben jij nog de enige die, zou zeggen, de scepter zwaait. Dat is duidelijk, hè? Alleen je bent gewoon. Ik heb me daar misschien in het verleden wel eens op gekeken. Dat ik denk, hé, dat lijkt me ook wel ideaal. Alleen, ik heb dat zelf 2,5 jaar uitgehouden om de conclusie te trekken. Ik kan beter met nog iemand samen de sepsis zwaaien of met z'n drieën. Want dan kan je ook, zeg maar, als het leuk gaat, kan je dat delen. En als je moeilijkheden hebt, kan je het ook delen. Ja. En nu zitten wij weer in zo'n situatie, we hebben een driekoppige directie. Dit zijn een iets jonger team hebben we nou, hè, want die mannen zijn ook een paar jaar jonger dan mij. Op het gebied van projectontwikkeling, op het gebied van techniek. Ja, en ik denk dat daardoor weer veel meer evenwicht is ontstaan. Hè, dus ik acht dat eigenlijk een betere situatie. En die zijn ook mede-eigenaar? Nee. Dus je hebt 40% van de aandelen, Anastair heeft nog 60%. Ja, alleen, zie je daar nog een verandering in komen? De projectontwikkeling hebben we een nieuw bedrijf opgericht. Een eigen nieuw label. Naast Waal hebben we nu ook Maas. Maas Wijkontwikkeling. Het is eigenlijk een start-up. Ja. En daar doet de directeur ontwikkeling is daar zeker partner in. Dus dat is hartstikke leuk. Hè, want dat geeft ook wel heel veel spirit weer. En de directeur, adjunct directeur productie. Die heeft, zeg maar, die komen uit een niet-directierol. Heeft de tijd, zeg maar, genomen, hebben met elkaar gesproken om zich in 3 jaar helemaal verder te verdiepen in die directierol. Want die komt echt uit projecten. Dat is toch wel wat anders dan in een hele breedte leiding geven. En er vallen natuurlijk heel veel mensen onder de productie. En om dan, zeg maar, als volwaardig directielid mee te draaien zonder deelname. Weet je, dat is ook wel goed afgekaderd. Ja. Ik heb nog een paar vragen aan jou, Johan. Want ik zie dat je je hele leven, je bent dan misschien met leren een klein beetje laat op gang gekomen, zou je kunnen zeggen. Ja, maar je hebt in 2015, ga je naar 40% van aandelen toe en denk van, weet je wat, ik weet nog niet genoeg en ik heb nog tijd over. Ik ga dan toch maar mijn MBA nog eventjes doen. Dus, ja. Dat dacht ik zo, ja. Ja, maar had je echt het idee dat je nog wat tekort kwam of was het gewoon je wil om altijd maar nog meer te willen weten. Ja. Dacht je echt dat die mensen jou nog wat konden bijbrengen? Ja, zeker. Ja, nee, want ik ben wel eigenlijk heel nieuwsgierig naar meer. En kennis en kunnen. En ik vind het ook heel leuk, hè, vooral uit andere vakgebieden. Ik heb dus super genoten van die opleiding. Van wat ik heb opgehaald. Niet van de druk die je voelt dat je nog iets moet afmaken. En het is ook wel een beetje, een beetje bewijsdrang. Ik denk, ongelukkig als je dat nog ver in je 40ste hebt. Ik wilde wel zelf, hè. Mensen hebben wel een bucketlist. Je had het net over idool en over de voetbalclub van je. Nou, ik zou mijn MBA wel willen halen. En weet je, dat was mijn ideaal. Ja. Want dan heb ik in heel breed, ook bedrijfskundig, en die is ook internationaal. En dan kan ik me in ieder geval meten aan mensen die ook richting geven aan bedrijven. En niet omdat ze gewoon heel erg slim zijn, ondernemend of de goede dingen doen, maar gewoon vanuit kader, vanuit theorie. Het is een beetje apart, hè. Ik vind het wel een beetje dubbel, want ik heb ook wel eens mensen die nu tegen mij zeggen, joh, zou je het mij aanbevelen? Dan denk ik, eigenlijk qua tijdbesteding en qua molenzeden om de nek even niet. Ligt ook een beetje misschien aan je thuissituatie. Ja, als je natuurlijk al veel werk en je gaat die spaarzame uurtjes dat je met elkaar bent ook nog eens terugtrekken in een hok om een werkstuk, want zo is het toch gewoon te maken. Ja, ja. Ja, is dat nou zo nodig als je het al goed hebt? Ja, alleen, dan moet je, op het werk moet je al mensen meesleuren, moet je waarschijnlijk op school dat ook nog eens een keer weer doen.
Ja, nee, jongen, nee, sterker nog, je krijgt ook allemaal werkgroepjes, ook vanuit de studieopdrachten, ook bij jou op kantoor. En dan hebben ze bijna het idee, dat doen we voor jou onze school. Even plat gezegd. Ja. Ja, dat voelt niet echt gelukkig. Terwijl, aan de andere kant mis ik weer dat er niet gewoon 5 man aan mijn bureau staan en zeggen, dat wil ik ook doen. Dat mis ik ook. Ja. Ja. Eigenlijk ook niet heel gezond, dat iedereen het wel prima vindt. Basisopleiding, we doen af en toe nog een cursus voor een software toepassing. Ja. That's it. Ja, want wij hebben pas nog een Excel training laten geven. Die hebben we ook gewoon aan meegedaan. Daar leer je gigantisch veel weer van. Gewoon een man die helemaal wou is van Excel. Ja. Ja, waarom zou je denken dat je er al bent? Ja. En dan zie je dat eigenlijk, dan zit je daar toch met veel hoogopgeleide mensen bij mij. Veel MBO, HBO sowieso, TU. Ja, die zitten dan eigenlijk allemaal ongelukkig Excel te gebruiken. Dat is maar een simpel voorbeeld. Dan denk ik, ja, een rare mens. Ja, want gaat 2-3 keer naar zo'n cursus en volgende keer weer wat anders en je blijft bij. Ja, ja. Ja, het is toch mensen zien als investering en het is misschien ook wel in de balans van... kijk, mijn balans, ik ben er wel achter, die is niet helemaal... ik ben enorm normerend in mijn gedrag, dus dat is een hele vervelende eigenschap. Ik vind het zelf ook echt lastig. Dus ik denk altijd een andere persoon dezelfde drijfveer hebben dan dat ik zelf heb. Even veel wil werken... Even belangrijk vind om iets af te maken. Terwijl, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ja. Wat zeggen nou bijvoorbeeld je kinderen? Want je zei, je hebt 9 kinderen. Ja, dat is ook weer veel. Wat zeggen die nou tegen jou? Papa is altijd weg en... Ik weet niet, want ik heb met mijn kinderen hele leuke gesprekken. Die ik denk zelf niet met mijn ouders heb gehad. Over een bepaalde facet van het leven. Mijn eigen zoon, mijn oudste, is afgestudeerd aan het HBO, logistiek manager. Toen ik de MBA afrondde, dus hij deed daar een onderzoek. En ik op mijn gebiedje, dan kreeg je gewoon sparren met je kind. Dat is ook geweldig. Leuk, ja, leuk. Dus dat, ja, dat geven ook, ik weet niet, dat vind ik ook een bepaalde kwaliteit geven. Ik denk ook, jongens, kijk naar je vader. Doe nou gewoon je best op school. Loop niet zo te top als hem. En doet het nu je gewoon kan. Ja, ja, ja. Dus ik heb heel veel, kijk, mijn kinderen, ik heb wel het idee, hè, en je hebt natuurlijk hele goede tijden gehad. We hebben eigenlijk per definitie allemaal goed natuurlijk in West-Europa klaar. Maar we hebben ook, zeg maar, ogenschijnlijk moeilijke tijden gehad. Ik ook, hè. Ook na 2014 is heel die markt ingestort van de woningcorporatie. Daar bouwden wij heel veel. De omzet halveerde. Mijn partner was er net uitgestapt. Je voel je helemaal even, dan voel je alleen, hè? Want, en ook dan die last van gaan we dat wel overleven? En het is natuurlijk helemaal niet zo dat je nooit boodschap hebt kunnen doen of zo. Weet je wel? Maar als jij gewoon een paar miljoen afstreep verlies hebt, ja, dat doet wel wat met je. Ja. En in die tijd denk ik wel eens dat ik wat witjes aan tafel zat en wat langer doorging. Want in die zin had ik altijd energie, ook op die momenten. En dat zelfs kinderen dan zeggen, nou, wat mijn vader doet, zoiets ambieer ik niet, geef maar gewoon maar een baantje. Ja. Dat heb ik ook gehoord. Ja. Vind ik wel eens jammer. Denk, want alle mooie momenten die ik dan voel, die kan ik soms ook niet overbrengen. Maar aan de andere kant, je hoeft ook niet allemaal ondernemer te worden. Hè, dus, nee. Kijk, aan de andere kant doe je denk ik ook hetgeen wat goed bij je past. Het zou bij mij niet passen om, wat dat voorbeeld waar we mee begonnen, van 8 tot 5, van 8 tot half 6 weg te zijn. Jaar in jaar uit hetzelfde. Dat zou gewoon bij mij niet passen. Dus ja, je moet dat denk ik ook niet zo zwart-wit nemen. Ja? Nee, ik vond nog wel een paar dingen die ik las. Ik was een interview in Sprout over jou en nog even wat andere dingen. Ik weet niet precies uit welk blad deze komt. Valkost omlaag, werkplezier omhoog. Ik lees dan op een gegeven moment dat je zegt van wij kunnen veel goedkoper bouwen dan we doen. Dan we doen. Ja. Ja, ook dat je zegt van ik ben eigenlijk een beetje. Ik ben het bedrijf die wel een businessplan heeft, terwijl er in de bouw misschien nu wel meer bouwbedrijven dat nu ook wel hebben. Maar in heel veel dingen lijk je in je tijd ver vooruit. En merk je weerstand naar andere bouwondernemers? Dat ze zeggen, joh, Johan, doe eens even normaal. Nee, dat denk ik niet. Ik denk wel wat je zegt, dat de laatste 10 jaar is een enorme ontwikkeling geweest ook. Hè? En consolidatie. En daar zie je ook een soort met professionele gedrag, zeg maar, in het ondernemen. In de bouwsector.
Alleen wat ik wel merk, hè, dat als wij, zeg maar, daar heb ik het al over, notabene 5-6 jaar geleden, hè, dat er een marktsegment uitviel. Toen hebben wij ons herpakt op een ander marktsegment. Dat is eigenlijk verkeerd uitgepakt. Dan konden we die taal niet spraken van die klanten. Die wilden wel diezelfde gebouwen en diezelfde huizen. Maar die werkten misschien ja, meer met een contract en een jurist dan met een opzichter en als ze buiten op de bouw kwamen. Dus ja, moet je dat zeggen, weet je, ik merk, we waren wel voorloper. En je krijgt ook wel, vind ik, enorme knauw als je dan, zeg maar, en iets niet voorziens onderweg meemaakt. En dan ben je gewoon weer een paar jaar achterop. En dan moet je wel, vind ik, je moet enorm veervermogen hebben. Hè? Om dan te zeggen, nou, weet je wat, trek de handschoenen aan, we gaan dan gewoon weer opbouwen. He, dus die voorsprong hebben we denk ik wel, die is groter geweest dan dat die nu is. En het is nu veel gebruikelijker. He, daarbij, wij zijn heel vooruitstrevend in Lean toepassen, in BIM-technologieën, bouwinformatiemodel. Ik heb een teamorganisatiestructuur opgezet met in 2012, 13 toen hadden we echt topjaren. Goede productie, goede rendementen. Wilden we investeren, wilden we doorgroeien. Zelfsturende teams. Ik vergeet het nooit meer, in de bouwvak 2018. Ik denk, we moeten terug naar die matrixorganisatie. Maar ik heb nog geen nieuwe leidinggevende. Want dan hadden we 4 teams en dan hadden we 4 teamleiders. Ja. Dat waren de mini-companies. Super, super ideeën, theoretisch. Boekjes over gelezen. Echt fantastische verhalen. Maar van zelfsturing is eigenlijk bijna geen sprake. In ieder geval, dat is het ervaren. Wij hebben geprobeerd met een technisch leidinggevende, met een commercieel leidinggevende. En als er dan een probleem was, werd het diffuus, was het van niemand. Ja, ik denk, dat is een kapitale fout geweest. We hebben 6-7 jaar tijd in verbrand. We zitten nu weer op de oude leest van een matrixorganisatie, ja. Echt projectenbedrijf. De mensen vinden het weer veel prettiger, het is veel duidelijker. Maar was het iets waarvan jij dacht, zelfsturende teams, dat moet lukken, dat moet mij lukken, omdat... Ja, dat was een onderdeel ook van vernieuwing, ook vooruitlopend. Ook op andere, zeg maar, branches geïnspireerd, maar gewoon iets niet implementeren. Is dat, zeg je dan, dat is niet implementeerbaar in de bouw? Of zeg je, ja, Corio, zelfsturende teams, dat werkt, het werkt, is gewoon iets wat gewoon niet werkt? In de bouw is het, in een uitvoerend bouwbedrijf is het niet organiseren. In ieder geval, het is ons niet gelukt, misschien beter gezegd. Ik heb ook geen goede voorbeelden zien. Ik dacht dat de eerste te zijn misschien. We hebben bijvoorbeeld veel te lang mee doorgegaan. Snap je? Dus die innovatiedrang hebben ons ook en mezelf heel veel energie gekost. Ik heb hele stukken over geschreven, uitgepuzzeld. Man, en sessies met de teamleiders. Hè? Wat voor kleur ben je? Password bij elkaar. Ja. Tegenovergesteld type. We hebben toch wel heel veel geprobeerd. Ja, dus ik vind het leuk. Heel veel softe kanten eigenlijk wel ingebracht in de... Ja. Ja, maar dat hebben we weinig opgeleverd. Ik denk wel eens, klip en klaar, duidelijkheid, stip op de horizon, piketpaaltjes wel, voor de medewerkers. Veruit het beste. Gewoon, ja, en dat gevoel heb ik nu ook weer. Ik zit wel weer, zeg maar, in zo'n nieuwe opgaande lijn. Ja, dat zie je natuurlijk niet alleen in cijfers, maar dat voel je ook. Ja. Hey, je ziet ook, zeg maar, we doen heel veel dashboarding, BI, daar ben ik ook helemaal fan van. Doen ook niet veel bij bedrijven, hè, onze grote. Gewoon, ik zie op een dashboard gewoon hoe heel project en heel bedrijf ervoor staat. Ja, dan zie je steeds meer meters op groen staan dan op rood. Weet je wel, dus dat is fantastisch. Maar uiteindelijk denk ik wel, weet je wel, had het wel dan altijd maar alleen maar stak omhoog kunnen gaan. Hey, ik spreek hier natuurlijk wel eens mensen over die in het verleden bij ons hebben gewerkt. Joh, ben je dan een soort teruggezakt? Was je toen verder. Dat doet dan soms zeer, want ik heb in de tussentijd wel geprobeerd, alleen niet gelukt. Ja. Maar goed, je hebt wel opgeleerd onderweg, zou je kunnen zeggen. Ja, is het ook zo dat je onderdeel bent van zo'n aan de steggen, dat je echt voor de grote ondernemersfouten behoed bent gebleven? Dat er altijd dan altijd iemand is van, nou, nee, dat gaan we niet, joh, dat gaan we niet doen. Dit is te veel risico op dit. Nee. Nee. Zeg je, bijvoorbeeld als je nu terugkijkt, is dat hele innovatiedrang en zelfsturende teams, is dat, zou je zeggen, is dat een ondernemersfout geweest? Zou je dat zelf als een... Ja.
Ik vind het van mezelf fout en die niet in regio de aandeelhouders. Die hebben de ruimte gegeven. Alleen die. En ik zie het als compliment, hè, naar de aandeelhouder. Die is. We zijn autonome bedrijven. Een eigen bestuur. En zo functioneert dat ook echt. En het is natuurlijk te flauw gedacht om te denken. Nou, had nou gezegd dat ik dat niet had moeten doen. Voor de rest moet je nooit mee bemoeien. Zo werkt dat natuurlijk niet. Ja, dus daar vind ik, moet je ook gewoon realistisch in zijn. En daar hebben zij wel de consequente lijn in. En. Dus ja. Denk je, als je naar de toekomst kijkt, denk dat je ooit nog zou willen dat je 100% aandeelhouder zou willen zijn van een bedrijf? Of zeg je, dit is eigenlijk gewoon iets wat gewoon heel goed bij mij past? Nou, ik dat bij je past, dat is wel duidelijk. Maar je doet het goed. Dus, het is maar een gesprek dit. En als je echt. Ik zou het denk wel willen. Ik denk, hè, want anders ga ik hier een beetje gewenst antwoord geven. Ik vind het nu prima, hè, want het functioneert heel goed. Ik vind ook, hè, nu met een beetje de nieuwe leiding. Het zit er inmiddels al 2 jaar, maar die komt nou pas een beetje. Hè. Die jongens ken je anders ook niet eens. Ze kennen mij niet, maar dat werkt best goed. En daar ben ik best trots op ook, dat we die stap hebben gemaakt. En uiteindelijk dat aandeelhouder aan het zeggen. Nou, ik ben natuurlijk zelf die andere. Dat die daar ook, zeg maar, dat hebben. Ja, georganiseerd, die waren daar, hè, prima. Je hebt dat sterker nog, hè, ik denk wat aangejaagd. Het is wel heel prima. Dus de setting is goed. Maar als je nou echt zegt, wat zijn er zo... Ja, ik denk toch wel een soort, want dat is misschien wel je vraag. Wat is nou je drijf? Het is toch wel eigenlijk een gek, hè. Want we hebben natuurlijk over samenwerken en met de klant, met iedereen. Maar het is een soort, ik ben wel een ondernemer die denk ook wel onafhankelijk wil zijn. Ik wil eigenlijk gewoon wel zelf bepalen. En dat is waarschijnlijk dan niet altijd nodig dat je 100% eigenaar bent. Maar zo heb je dat wel geleerd. En zo ben je, zeg maar, wel groot geworden. Zo werkt het wel in de wereld. En ja, waarom je dat hebt, dat weet je niet. En anderen hebben dat helemaal niet. Die gaan liever naar de zaak. En die krijgen eind van de maand en een slaar is klaar. Ja. Ik ben wel liever, zeg maar, onafhankelijk. Dat ik helemaal... Echt heel bewust, hè, mijn eigen stappen en besluiten kan nemen. En in dit geval ben ik bouwer en wil ik heel graag klant ontzorgen en mooie bouwwerken. Maar dat maakt niet uit. Maar het liefste doe ik dat wel, zeg maar, in een veld waar ik wel de richting bepaal. Ja. Nou, ik vind het wel mooi, want wat ik zie is, ik zie een man die ondernemer genoeg is om te ondernemen. En blijkbaar... goed genoeg is in communicatie om wel die samenwerking te hebben. Dus om het wel samen te doen. Dus dat, ja, ja. Dat vind ik reuze knap. We gaan naar de laatste vraag toe, Johan. Even over dat over de communiceren. Ik denk wel heel goed is, hè, ook voor luisteraars. Van, je bent natuurlijk allemaal een stuk eigenwijs. Hè? Eigenlijk iedereen op zijn niveau. Zo zie ik het dan maar even het leven. En zelf sluit ik me daarbij in. Enorm. Ik heb ook veel energie verbrand, veel van mezelf gevergd, door het zelf te willen bereiken. En bijvoorbeeld de stap van teamorganisaties afbuigen en dan openstaan, zeg maar, voor een matige organisatie met een diversiteit in leiding en het delen van eigenlijk geluk en ongeluk. Ja. Weet je dat ik daar denk wel pas echt voor open ben gestaan nadat ik 2 jaar alleen had lopen toppen? Omdat je dan toch... ben je wel heel alleen. Dan ben je gewoon alleen aan de top. En bij succes is dat natuurlijk niet zo erg. En want eer op strijken is niet zo moeilijk. Dat doe je toch wel eigenlijk van nature te graag. Maar gewoon al je problemen op je schouders voelen. En dat de ander, zeg maar, wel naar huis gaat en er klaar mee is. Dat heb toch wel ook ver dus in... ver in de 40 noem ik dat. Mijn perspectief is dat dan, zeg maar, oud. Ja. Leer je dus... echt hele belangrijke dingen als ondernemer. Gewoon eerst meegemaakt moeten hebben om pas eigenlijk, denk ik, echt mentaal voor open te staan voor nieuwe, ja, maten. Want met elkaar bedrijven moet je bijna maat zijn. Hebben we al één woord genoeg. Hoeft niet privémaat te zijn, maar wel zakelijk. Ja. Weet je wel? Kijk, als je van elkaar snapt en als het lukt. Ja. Ja, dat denk ik, dat heb ik wel moeten leren.
vind ik best wel eigenwijs, weet je. Dan denk ik, als ik anders een tip mag geven, staat daar misschien wat eerder open voor, weet je wel. Ja. Dat is wel mooi, want dat is eigenlijk de laatste vraag die ik heb. Heb je nog een soort van ultieme ondernemerstip voor hem, voor een, waar je nu in zit? Wat zou je dan zeggen? Doe eerder wat je denkt te gaan doen. En ik heb een manier maar van jezelf, maar alles wat je van plan bent te gaan doen, dan moet je naar voren halen. En uiteindelijk is het, weet je, wat meer, toch gewoon nog meer lef tonen. Nek uitsteken. En kwaliteit van leven is niet alleen dat je een rendabel bedrijf hebt. Dat is toch ook wel de momenten. Eerder trouw zijn aan je onderbuikgevoel? Ja, misschien wel. Ja, en dan ook daar eventuele risico's die daar dan bij naar boven komen, accepteren. En niet alleen pas durven als je safe voelt. Ja. En dan zijn we nu aangekomen aan het einde van deze podcast voor DGA's. Wil je regelmatig geïnspireerd worden door de verhalen van andere DGA's? Abonneer je dan op deze podcast. Ben je DGA en wil je wel eens verder praten over de onderwerpen die je gehoord hebt? Dan maak ik graag een afspraak met je. Je weet mij vast wel te vinden. Voor nu zeg ik wens je nog een fijne dag. Hoi!